Mensen, welkom. Vandaag ben ik hier met een hele nieuwe video. En wat we vandaag gaan doen is leuk. Je hebt mijn vorige video gezien met fantastische rewards. De week die ik niet helemaal zelf had gedaan. Helemaal niet. Aangezien, ja, ik ben zelf lerende. Ja, jullie zullen mij waarschijnlijk omschrijven als... Ja, even kijken, hoe zullen jullie mij omschrijven? Ja, dus niet hoe ik mezelf omschrijf, maar jullie. Fantastisch, denk ik. En ik vind jou ook fantastisch, omdat je een duimpje omhoog op deze video achterlaat en abonneert op mijn kanaal. We hebben bijna de 400.000 abonnees. Dat is niet helemaal waar. Ik had een leuke TikTok gemaakt, die komt nu in beeld. Rozen zijn rood, ik hou heel erg van snoepen. Nou, dit potje ga ik even poepen. Dat is leuk, 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 leuk. Volgende nieuwe Instagram, Instagram is Koen. En vandaag heb ik wat bijzonders. Ik heb namelijk weer met iemand Weekly gaat spelen. Bezig is ermee, daar ga ik niks van laten zien. Want ik ben benieuwd wat hij gaat halen. In ieder geval, hij heeft een volledig mijn team omgegooid. Ik zei van, maak er wat moois van. Want jij kan wel FIFA en ik niet. Dus... hij heeft een team voor mij gemaakt. En dit is nu het team, hoe het eruit ziet. Op goal hebben we onze 37 Alisson die we gepakt hebben. Oh, Kovac! Oh! Heerlijk, fantastisch. Helemaal niks mis mee. Alisson, Ramses, Becker. Ramses. Ramses. Wie weet nou weer dat die Ramses heette? Op rechtsback hebben we nog steeds Lala, dus daar is bij hem veranderd. Maar daar komt de allereerste. Deze trouwens, de heeft trouwens 100 wedstrijden gespeeld. Gefeliciteerd, Lala. Lang zal die leven. Lang. Daarnaast hebben we Carlos Alberto weggehaald. Die kan er echt geen reet van. We hebben Blank Prime Moments. Fantastisch, wat een kaart. 1,3 miljoen, maar kijk even die stats. Dat is absoluut fantastisch natuurlijk, hè? Zo! Daarnaast hebben we onze eenheid van Dijk. Nog steeds, ja, wij gaan veranderen. Nog steeds eenheid van Dijk is gewoon goed. Daarnaast Team of the Season Robertson. 350k is geen geld voor zo'n kaart. Vind ik, hè? Vind ik. Ik weet niet of hij goed is. Waarschijnlijk wel. Ik vond in ieder geval Alexander-Arnold heel slecht op respect. Team of the Year. Ik hoop dat hij beter is. Daar gaan we straks achter komen. We hebben nog steeds uiteraard zijn maximum. Fit birthday kaart. Gelukkig, maar deze gast is zo... ongelooflijk goed. Daarnaast hebben we Sissoko Fitbird. En ook die is nog steeds hartstikke welkom in mijn smikkelteam. Daarnaast hebben we Henderson. De Henderson die we ook gepakt hebben. Echt, we hadden echt, echt goede packs. Deze week wordt het sowieso wel ietsje minder. Oh wel. Wie weet. Als ik toch even die kleine Messi meeneem, zou dat wel lekker zijn. Hoop ik wel in ieder geval. Maar Henderson, die blijkt wel goed te zijn, heb ik vernomen. Daarnaast Son. Team of the Season. Team of the Season Son. 1,9 miljoen. Ongelooflijk. 5-star. Weak Foot Visa Skill Moves. Heerlijk. Aguero. Ja, 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 die gast zei van ja, ik ga hem toch weer kopen terwijl ik hem net verkocht had. En daarnaast mijn Richarlison. Ik ben zo benieuwd hoe deze gast speelt. 5-star week met 4-star skills. Fucking lekker. Dit is het team. Is dat even een hutsteam? Ik denk het wel. Op de bank natuurlijk Traoré. Fantastisch. Ons Kubo. Ons Nakajima. Carlos Alberto. En OC'tje. Toetoetje. Werelds, werelds, werelds. Laten we maar even een potje gaan doen. En dan ga ik even laten zien dat ik langzamerhand... Want kijk mensen, waar ik ondertussen naartoe aan het werken ben. Is ja, ik ben nu nog niet goed genoeg om top 100 te halen. Maar langzamerhand kom ik wel op het level dat ik top 100 ga halen. Dus ik ga binnenkort mijn eigen weekly weer doen. En dan haal ik top 100 en zijn jullie allemaal verbaasd. Ja, dat is één wat er gaat gebeuren. Het spijt me, maar het is gewoon wat er gaat gebeuren. Dit is ons team. Hij heeft gewoon een prime. Nee, niet prime. Mid Ronaldo. Hij heeft wel een goed team. Ik speel divisie 5. We hebben ook een potje voor champ begonnen. Nee, de divisie rivals. Ik zit in divisie pauper 5. Nou, ik moet zeggen, dit speelt gelijk beter. Ik heb dus geen MLP meer, geen Neymar. Dat wordt wel even wennen voor mij, daar heb ik het hele jaar mee gespeeld. Ik moet zeggen, de shirts hadden van mij wel iets anders gemogen. Aangezien het toch wel vrij op elkaar lijkt, maar... oké. Okay. Nou, hey, keep it lekker! Tot we bijna 1-8 na 3 minuten. Ja, maar jongens, bijna is niet helemaal. Het is namelijk bijna. Anders zou het helemaal zijn. Die balletje op Son. Son, boom! Oh, jammer, keepertje houdt hem. Ja, was ook eigenlijk wel vrij onmogelijk schot. Maar ik doe gewoon alsof ik goed ben dat ik schiet. Terwijl ja, eigenlijk was ik gewoon nooit verder gekomen. Dus dacht ik van, nou, ik schiet maar gewoon. Dan heb ik nog de meeste kans dat er zeg maar, misschien een corner uitkomt wat ook gebeurde. En daardoor lijkt het nog een beetje goed. Oh, daar gaat Atal. Het 84 Atal of zo. Hé, bestaat die? Die is zo 86? Wat ben ik nog geen? Oh, wat is dit nou? Dit is een goal. Wat doet mijn verdediging nou weer? Ik ben zo verschrikkelijk slecht. Je bent niet slecht, je bent goed. Je bent goed, je bent goed. Die verdediging die liep gewoon weg, maar dat is blijkbaar de... ja, als je Ronaldo krijgt, dan gebeurt dat gewoon. Ik vond het helemaal niet zo slecht begon voor mijn doen. Son, boom! Ah, keepertje red. Ah, hier baal ik van. Gewoon een kans weer. Gewoon een kans. Ja, daar moet je mee doen. Oh, Aguero, die komt van het stadion uit. Hij zegt, oh, zijn arm. Oh, mijn god. Dit is niet goed. Hij heeft zijn arm gebroken. Kleine replay. Dit is niet goed. Oh, maar dan is hij gelijk. Aguero. Oh, hij mist. Ja, gebroken arm. Ja, dat kan ik ook niet scoren. Dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen, deze bal. Oh, mijn god, die arm. Dat was niet goed, hoor. Oh, 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 oh. Ik hoop dat hij daar ooit nog beter van wordt. Dit is niet goed, hoor. Oh, 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 oh. Staat hij nou buiten spel, die Aguero? Ja, maar waarom sta je nou buiten spel? Waarom sta je in godsnaam? Ik kan er met mijn kop niet bij, jongen. Je bent 96 rate. Dan moet ik gewoon altijd op je kunnen passen zonder dat je buiten spel staat. Vind ik, hè? Maar ja, wie ben ik? Oh ja, ik ben Koen. Het is werelds slechtste FIFA YouTuber van Nederland. Richarlison. Nick Dorp Son. 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 Op Richarlison. Ha, Richarlison! Natuurlijk, 1-1, heerlijk doelpuntje. Lekker. Wat ben ik goed, joh. Oh.
Oeh, yeah. Heerlijk doelpuntje. Ja, je weet gewoon dat zo'n bal erin zit. Dat weet je gewoon. Dat is gewoon 100%. 100% Richarlison met zijn eerste goal voor mij in ieder geval. En een lekker ook, moet ik zeggen. Lekker, Henderson. Goed. Son! Boom! Hoppakeetje. 2-1. Niks mis mee. Goh, dit team, jongen. Dit is echt een wereldteam. Hiermee ga ik echt zo makkelijk top 100 halen als ik zelf ga spelen, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Sonnetje, heerlijk doelpuntje. Niks mis mee. Son 2-1. Fantastico. Doei. Een 94 Ronaldo en een lead. Goh, 2-1 gewonnen. Zo, nou bedankt voor het kijken in deze video. Tot de volgende keer. Holy shit. Nee. Die grap is nu al genoeg hoor. Hey, ik maak me wel zorgen. Want dit betekent dat ik volgens mij langzaam weer naar divisie 4 ga. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Gaan we de volgende pot. Nieuwe pot, nieuwe kansen. Zo, nou, hij heeft een 90 SN. Leuk. Maar voor de rest, hij trouwt alleen links buiten. Messi rechts buiten trouwens. Het is wel een aardig team. Hij heeft alleen dan wel Casillas op goal. Dat vind ik echt heel slecht. Dus ik vraag me af waarom hij dan niet. Ja, oké. Hij zal wel een volledig untradable team hebben of zo. Als ze coins uitgeven aan packs, dat natuurlijk zonde is. Je kan veel beter 4 points kopen. Die heb ik kan kopen bij ikwiltegoed.nl. Nou, gaan we even laten zien, mensen, hoe je moet FIFA spelen. Hats, hats. Richarlison! Ah. Jongen, ik zweer, die aanval loopt als een trein, jongen. Ik meen serieus. Echt de toet toet. Trein. Ja, als je nog niet door had, dat ik een trein nadeed. Daarom zei ik het even achteraan. Son! Oh, de lat. Hoe kan dat nou? Nou ja, je schiet te hoog. Son! Ah, die k***te Casillas. Echt, jongen. Die vent, jongen. Echt, daar ben ik sowieso niet blij mee. Ik vind dat zo'n walgelijke vent. Jullie weten waarschijnlijk wel waarom. Maar laten we het er voor... Ja, kijk. Niemand wordt er blij van als ik het over heb. Dus gaan we het lekker niet doen. Hè? Nou, misschien een paar Belgen die kijken. Die denken van... Ah, ik word er wel blij van als je het over hebt. Maar als het zo is dat je liever voor Spanje bent dan voor Nederland. Als Belg zijn. Nou, dan kun je lekker de vinkenlip krijgen. Want alle Nederlanders waren ook voor België tijdens het EK toen Nederland er niet bij was. En het WK trouwens. Oké, misschien niet alle Nederlanders, maar wel veel. Ook misschien niet veel, maar wel een paar. Oké, en niemand. Oh, dit is niet goed hoor, ik doe. En hij scoort 1-0. Het is... Ongelooflijk. Verschrikkelijk slecht verdedigd, zeg. Verschrikkelijk. Wat een fiasco. En hoe kan het ook dat hij ineens zo vrij is? Verschrikkelijk gedaan. Dramatisch. Nee. Keeper. Keeper, jongen. Keeper, je goal in! Oh. Is goed. Geef hem op. Aguero draaien, Aguero schieten, Aguero goaltje, binnen aan paal, heerlijk doelpuntje Aguero. Kijk, hiervoor ben jij 96, om dit soort balletjes lekker binnen te schieten. Kleine vispump, lekker niks mis mee. Binnenkantje paal, echt lekker, bolletje wol. Ik kreeg trouwens comments onder een van mijn laatste video's van, oh, het is inmiddels mei, Koen. En dan dubbele punt, speelt nog steeds met bolletje wol. Nou, als je problemen hebt, dan ga ik het veranderen volgende keer, oké? Niet huilen alsjeblieft. Goed, dus maximum, boom, heerlijk, dubbel kruisje, dan gaat de bal zo omhoog, zo ploep. En ze tikt hem gewoon zo overheen, naar Heumin, zonnetje. Balletje diep, op zon. Wat ik liever Son. Son, maak maar af, jongen. Son, maak maar af, natuurlijk. Geen enkel probleem. 3-1. Wat zien we daar? Oh, nog een rage quit, natuurlijk. Ja, maar stel je voor, je bent zo goed als ik. Dat zou toch wel vervelend zijn als iedereen zo goed zou zijn. Want dan zou je eigenlijk een top miljoen moeten hebben. Dat is een top 100. Ja, iedereen zou dan 30-0 gaan. Wat niet kan, maar maakt niet uit. Hatsakkedeetje. Ik ben bijna al gekwalificeerd voor de volgende Weekend League. Jongen, wat lekker. Dit is mijn volgende tegenstander van zijn team. Benchwarmers. Hij heeft een soort bankzitters. Hij is bankzitterfan. Daar gaan we alweer, hè. Het is ongelooflijk, jongen. Echt, ik ga echt als een gek. Hoppakeetje. Zelfs met Roberto speel ik gewoon spelen. Dat is geen enkel probleem voor mij. Hop, blank, lekker inschuiven. En dan ben je rustig de bal kwijt. Nee, niet. Want je hebt de Aguero. Hop. Doe zo. Zonnetje. Bam, goal. Nee. Normale joke. Dit team is ook verschrikkelijk slecht waar ik tegen speel. Als ik hier maar verlies, dat kan echt niet hoor. Nee, ik ga hier ook sowieso niet van verliezen. Want ja, ik ben nu wel goed, zeg maar. Kijk, een maand geleden had ik dit nog kunnen verliezen, maar nu... Sissoko, doe maar! Oh, jongens, Sissoko zit over. Over, zit ik nou weer over? Daar gaat hij. Sun, max, maximum. Wat doe ik? Oh mijn god, ik vind mijn rainbow. Goh, Sun, max, maximum. Lekker. Ah. Seks. Wat? Nou, dit moet nog een goal zijn. Aguero, goal. Natuurlijk. Geen enkel probleem. 96 Aguero. Ik herhaal 96 Aguero. Dit heeft al 25 minuten geduurd, maar dan ben je er ook. Jongens, ik denk dat dit oprecht de eerste video geworden waarin ik allemaal potjes ga winnen. En dat vind ik een wonder. Boom! Lekker. Zo, pakketje. Trouwens, Mike, ik weet je, kijkt hè, Mike. Even je vinger uit je reet halen. Het stinkt. Ik ruik het hier, man. Je gaat het ruiken ook, joh, Mike. Gadverdamme. Vuile stinkend, joh. Maar in ieder geval, als je nog een leuke mop hebt voor mij, stuur hem even naar me op Instagram. Koen. K-O-E-N. Koen. Son, doe maar. Oh. Zijn maximum. Ja, 2-0. Natuurlijk. 3-0. Het kan hard gaan. En dan gaan we tegenstander weer weg. Kom. Loes. Jongens, 3 potjes, 3 rage. Dit is mijn team. Ik zweer je, ik heb mijn team gevonden. Het is ongelooflijk. Ik heb nu 3 potten gedaan. Stel je voor, ik win alle 4 mijn potten. Dat zou toch absoluut fantastico zijn. Oké, dit is mijn tegenstander team. En zo met Thomas Bergen. Zo heet hij toch of niet? Voordat ik domme dingen zeg, zeg ik gewoon helemaal niks meer. Dat is beter. Hoppakeetje. Daar gaat hij hoor. Richarlison. Godsamme, wat een paas. Er staat er voor de goal. Aguero. Ah. Aguero, goed gedaan. Verre hoek. Ah, ik had hem moeten pasen. Helemaal vrij achter Simmaximum. Simmaximum! Scoort het nog. Tweede paal. Simmaximum, dat is natuurlijk een goal. Dat is geen enkel probleem. Daar staan we 2-0 voor. Nee. Ah.
Fuck, hij maakte 1-2. Aguero, kut goal. Heerlijk. Het is een kut goal. Het is een kut goal, maar die tellen ook. Son goal. Oh. Oh mijn god, dus dat erin was gegaan. Oh mijn god, dit is zo jammer. Boom! Natuurlijk, Richarlison met de 1-5. Hey, en ook deze man is weg. Mensen, ongelooflijk. Ik heb alle potjes gewonnen. Dit is lang geleden. Ik hoop jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Heb je nog wat te doen? Een duimpje op deze video. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video met mijn Huts team. Wat ben ik goed, joh. God! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn timing was op beat, een beetje vals en nuttig vrij. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Switchen zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt er dubbel in. Kocht BTC, niet voor laat. Een drol zegt tegen een andere drol, ga je nog op vakantie? Zegt die andere drol, nee, ik ben al bruin genoeg.